heb ik dit nou echt nodig in mijn leven? En toen besloot ik van wel. Dan heb ik ook weer even een klein experimentje meegenomen. En dan ga ik gewoon voor de nummer 24. Hallo allemaal, super leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook heel veel leuke video's, ook met Action. En vandaag heb ik ook weer iets super leuks voor jullie. Dit wordt namelijk een beauty shoplog. Dus ik heb vooral dingetjes geshopt van de beauty afdeling. Ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. Dus als je ook zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. En ook even te abonneren op dit kanaal. En natuurlijk mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we snel beginnen. Even kijken, ik begin even met deze gezellige scheermesjes. Ja, ik vind scheermesjes normaal gesproken niet zo gezellig. Maar deze dus wel. Kijk, er zit een gezellig bloemenprintje op. Verder verwacht ik niet zo heel veel van een scheermesje. Behalve dat die goed scheert. Dus ik hoop dat deze goed zijn. Ik heb deze zelf nog nooit eerder gebruikt. Maar het heeft blijkbaar ook een touch of aloe. Nou, vind ik helemaal goed klinken. En er zitten er 3 in voor €4,95. Nou, zit er dus al een touch of aloe in. Maar toch heb ik ook nog even de Satin Care Aloe Vera Whirl Scheergel gehaald. Het waren heel veel woorden. Een scheergel dus. Ook weer met aloe vera. Dat is toch altijd wel lekker zacht voor de huid. En verzorgend ook. En deze was €2,19. Dan heb ik ook een anti-klintborstel meegenomen. En oh, wauw. Als ik deze meid op de achterkant bekijk, dan denk ik... Zo zie ik er ook wel eens uit. Nou heb ik het nog niet eens gehad over deze superleuke panterprint die erop zit. Of luipaard, weet ik veel wat voor print. Maar in ieder geval... Een super gaaf printje. Ik ga hem er even uithalen. Kijk. Klinkt heftig. Ik ga deze nu even niet gebruiken. Want anders dan is mijn haar straks gewoon echt net een suikerspinnetje. En dat is niet de bedoeling. Maar ik hoop gewoon dat hij stevig genoeg is. In ieder geval was hij €2,49. Dan is dit eigenlijk een beetje gekkig. Ik zag dit en ik dacht... Heb ik dit nou echt nodig in mijn leven? En toen besloot ik van wel. Dit zijn namelijk wegwerpwashandjes. Maar dit lijkt me dus eigenlijk best wel handig. Vooral voor op reis. Voor gebruik vochtig maken en eventueel zeep toevoegen voor eenmalig gebruik. En daarna kun je ze dus weggooien. Nou kun je natuurlijk ook gewoon normale washandjes gebruiken. Maar op reis vind ik het toch wel handig om voor zoiets te gaan. Want dan kun je niet zo'n nat washandje in je reistas meenemen overal naartoe. Niet fijn, niet handig. Dus ja, ik ga dit gewoon eens eventjes uitproberen. Nou, er zitten er 20 in voor €1,89. Dit vond ik er dus zo schattig uitzien. Dit is vegan soap. Ik ben zelf eigenlijk nooit echt van de zeepjes. Maar een vriendin van mij die is binnenkort jarig en die is vegan. En die houdt dus wel van dit soort zeepjes. Ik was laatst met haar op vakantie en toen zei ze dat. En ik vind het altijd leuk om dan te onthouden wat iemand heeft gezegd. En als ik er dan ook nog eens tegenaan loop, ja, dan neem ik dat dus wel mee voor haar verjaardag. Nou, daar ga ik nog allemaal andere leuke dingetjes bij doen. Maar in ieder geval. Dus alvast een kleinigheidje. Ik vind het er zo schattig uitzien. En deze is €2,95 voor de vierdelige set. Nou, toen ik dus op vakantie was met diezelfde vriendin, zaten we in het vliegtuig. En toen haalde zij ineens allerlei maskertjes tevoorschijn. En dat waren van die under eye pads. Ofwel dit soort pads voor onder de ogen. En toen dacht ik, oh my god, dat is echt super slim om dat te gebruiken op reis. Toen dacht ik, ja, daar moet ik er ook echt meer van hebben. Is toch super fijn. Gewoon heb je gewoon zo'n me-momentje in het vliegtuig. Terwijl je ondertussen zit te Netflixen of zo, weet je wel. Geweldig. Deze zijn 99 cent per stuk. Dan heb je er 4. Dus voor de heenweg en de terugweg. Dan heb ik ook 2 verschillende lip liners meegenomen van Max & More. Ik ben er namelijk achter gekomen dat lip liner wel echt het geheim is voor mooi gecontourde lippen. Ja, komt ze nu pas achter. Daar is een lip liner voor. Maar ik zie het dus steeds meer bij beauty influencers dat ze dat dan doen. En dat ik dan denk, wauw, je lip is nu echt mooi gedefinieerd. Het ziet er nu echt helemaal perfect uit. En ik wilde dus toch ook wat vaker gaan proberen of dat nou echt een verschil maakt. Dit is de 344 Muffin. Voor wanneer ik een wat meer nude lipkleurtje op heb. Zoals ik nu bijvoorbeeld heb. En dan heb ik ook nog de 313 Hot Kiss. En Hot Kiss. In het fel rood. Ik ga dit gewoon meteen uitproberen. Kijk, dan kunnen jullie ook meteen even zien hoe die eruit ziet. Oké, nou het is in ieder geval de perfecte kleur. Alleen nou denk ik dus soms, kijk ik heb zo'n randje rond mijn lippen. En dan twijfel ik van, zal ik erop gaan of zal ik er toch binnen blijven? Want het is een dik randje namelijk. En je moet natuurlijk ook wel een beetje durven met zo'n lipliner. Kijk, daar gebeurt wel wat. Zien jullie dat? Het krijgt net iets meer diepte of zo. Zijn we daarmee eens of denken jullie, meid, waar ben je allemaal mee bezig? Ik ben heel erg benieuwd of jullie zelf een lipliner gebruiken
En zo ja, doe je dan de lip liner voordat je de lipstick aanbrengt of andersom? Geef mij tips. In ieder geval waren ze 95 cent per stuk. Dus prima materiaal om even mee te gaan testen en uitproberen. Dan heb ik ook aloe vera gel meegenomen. En dat is echt zoiets waarvan ik denk van hoezo had ik dit überhaupt nog niet in huis? Maar ja, misschien ook niet zo gek. Maar in ieder geval, ik ging gisteren weer laser ontharen. En toen zei ze tegen mij, oh nou, om de huid wat te kalmeren kun je altijd nog iets van aloe vera gel opdoen. En toen hadden ze dat gelukkig wel in de kliniek. Maar ik dacht, nou, ook wel fijn om in huis te hebben. Dit is namelijk kalmerend, vochtregulerend, verfrissend en verkoelend. Snel absorberend, rijk aan vitamine. En dit is voor de geïrriteerde en gezonde huid. Nou ja, ook handig dus als je bijvoorbeeld te lang in de zon hebt gelegen. Of als je op wat voor manier dan ook last hebt van een huid die, nou ja, geïrriteerd is. Ja, handig. €1,99 leek me wel fijn. Dan heb ik ook twee handdoekjes meegenomen. Dit zijn van die kleine handdoekjes, ook wel gastendoekjes genoemd. Vind ik zo'n cute naam ervoor. Maar goed, dit kan je gewoon in de badkamer ophangen of in het toilet, zeg maar. Deze voelen echt super zacht aan. Er zit ook een patroontje op. Dus ik dacht, het is wel leuk om er twee van te hebben. Twee verschillende kleuren. Deze waren maar 99 cent per stuk. En dat terwijl ik dus dacht dat ze iets van €3 waren. Ik had dat blijkbaar helemaal verkeerd gezien, verkeerd gelezen. Dus ja, €1,98 voor twee. En nu heb ik zoiets van, nou, misschien ga ik nog een keertje terug en dan haal ik er nog een aantal. Dan heb ik ook weer even een klein experimentje meegenomen. Dit is namelijk een whitening pen voor de tanden. Met andere woorden, hiermee kun je gewoon zelf aan de slag gaan en je tanden dus iets witter maken. Safe Effective Whitening. New formula. Ultra fine bristles. Kan dit echt gewoon? Is het zo simpel? Is het zo compact? Zo makkelijk? Ze hadden namelijk ook echt hele units daar liggen. Die waren ietsjes duurder. Maar daarmee kun je ook je tanden helemaal wit maken. White whiteningen, zeg maar. En ik dacht, ja, nou, dat lijkt me allemaal te gek. Maar dit leek me wel even grappig. Laat me vooral weten als je dit zelf een keer hebt geprobeerd. En wat je ervan vond, wat jouw bevindingen waren. Werkt het echt? Helpt het een beetje? Hoe waren je tanden daarna? Je hoort wel eens verhalen dat het dan gevoelig wordt. Dit is hem dan. Deze gaat het doen. Het is gewoon net als een soort van lipglossje of zo. Alleen dan gaat hij dus op je tanden. En dit keer bedoeld op je tanden. Want mijn lipgloss gaat ook wel eens op mijn tanden. Maar dat is niet de bedoeling. En daar wordt het ook niet witter van. In ieder geval was hij maar €1,98. Dus ik ben wel even gewoon benieuwd om dit een keertje uit te proberen. Dan heb ik ook een haarmasker meegenomen van Schwarzkopf. En dit is een masker die ik vroeger heel vaak heb gebruikt. En ik zag hem staan. Ik dacht, ja, deze gaan we gewoon weer lekker meenemen. Ja, hij ruikt ook echt heel lekker, maar hij is ook echt super fijn. Ja, deze was €2,95. Dan heb ik ook een paar nagelvuiltjes meegenomen. Deze komt gewoon als een set van drie. En zien er allemaal echt super cute uit. Deze zijn 69 cent en ja, hartstikke fijn om te hebben gewoon. Ik zit even te kijken, heb ik nou alweer iets met aloe vera meegenomen? Maar nee, dit is Argan Lip Oil. Dus niet echt een gloss, niet een lipstick, ook geen lip liner, maar een lip olie. Heel benieuwd of jullie ook altijd dit soort lipolie en dat soort dingen proberen. Ik ga deze in ieder geval uitproberen. Dan heb ik ook een body lotion meegenomen van Dove. Ik hou altijd van Dove, maar ik hou ook echt van dit soort pompjes. Dat is namelijk gewoon echt heerlijk. Als je jezelf wilt incremen in de ochtend, dat je gewoon pom, pom, pom. Ja, een soort van choreografie maak ik er helemaal van. Vind ik heerlijk. Deze ruikt ook echt heel erg lekker. Powered by Plants. Daar heeft het ook wel wat van weg. Verder is dit de geur ginger ofwel gember. Maar het is niet zo sterk of zo. Wel gewoon lekker. En deze is €1,99. Dan heb ik ook deze make-up sponge meegenomen ofwel blender. Ja, dit vond ik er gewoon heel leuk uitzien. Dit is een soort van marmerprintje. Super cute. Ik ben heel benieuwd of hij een beetje goed is. In ieder geval is hij 89 cent. Dus ik ga hem lekker uitproberen. En dan last but not least heb ik ook deze adventkalender meegenomen. Als we dan een beauty shop log doen in deze tijd van het jaar, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een adventkalender bij. Dus ik ga hem even openen. Ik ga hem niet helemaal unboxen, maar ik zal wel een aantal dingetjes laten zien. En de adventkalender is €15,95. Nou, eens even kijken. Zoals de meeste adventkalenders zitten hier 24 gifts in. Die je dus vanaf 1 december kunt openen. Maar het is nog lang geen 1 december, maar ik ga er wel een paar openen. En superleuk, hierop staat ook nog geschreven. Every day a beauty gift to share, give or keep. To make your holiday magical. Ik ga het gewoon heel random doen. De eerste vind ik sowieso wel even een goeie om te doen. Oh kijk, we beginnen meteen lekker glitterend. Dit is namelijk een liquid eyeshadow.
ofwel een oogschaduw, maar dan liquid. En die je dus soort van aanbrengt als een lipglossje, denk ik. Lekker kleurtje wel. Dan ga ik naar de nummer 10. Ik weet niet waarom. Niemand weet waarom. Oh, dit is een lipbalsem. Ziet er ook wel leuk uit. Ja, staat op coconut en daar ruikt hij inderdaad ook naar. Ik merk nu al dat er wel echt weer andere dingen in zitten dan vorig jaar. Want vorig jaar heb ik ook een hele adventkalender unboxing gedaan van ook zo'n Max & More Beauty kalender. En daar zaten andere dingen in, weet ik nu al. Ik vind 14 er wel aantrekkelijk uitzien. Een van de grootste, waarschijnlijk daarom. Oh, volgens mij is het weer een liquid eyeshadow. Ja, het is weer een liquid eyeshadow. Maar dit keer in een iets meer gouden tint. Dan gaan we de nummer 18 bekijken. Oh, kijk. Dit is een potlood, denk ik. Ja, een zwart potlood. En aan de achterkant zit ook nog, volgens mij is dit een gum. Ja, dit is een gum. Oh, handig dit. Laten we er dan nog eentje openen. En dan ga ik gewoon voor de nummer 24... Want ik verwacht dat nummer 24 misschien ook wel extra spannend is, aangezien het toch de laatste is. Een oogschaduwpaletje met best wel mooie kleuren. Ik zeg het alsof ik heel verbaasd ben. Maar natuurlijk zijn het mooie kleuren. Nou, so far zitten er best wel leuke dingen in. Dus ja, dit brengt mij wel enigszins in de kerststemming. Ik ben heel benieuwd of jullie ook al in de kerststemming zijn. En of je een adventkalender thuis hebt. En wat ik misschien nog wel een belangrijkere vraag vind. Wacht je dan echt tot 1 december om hem te openen? Of haalt die december niet? Is hij tegen die tijd al helemaal geopend en gebruikt? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het even weten in de comments. Sowieso leuk als je ook eventjes een duimpje omhoog doet voor deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel.